Carlos Pereira Santos en Laurens Vreekamp. Carlos is de coördinator of the research and development of BUAS. En BUAS is the education in Breda. What's it short for? Breda University of Applied Sciences. That's it. And that's education institution that has a lot of gaming courses, but they now also have virtual production. So we're going to talk about it in a second. And then we have Laurens Vreekamp, who, and I'm going to speak to him in Dutch later on, but he's the author of The Art of AI book. You know, makes you understand how these two topics integrate. And with him, I'm going to talk with lots of video examples as well about how AI is, you know, is basically entering the scene. I mean, this is this year. This is the year where AI just, you know, generative AI is part suddenly of audiovisual and visual culture. But first, Carlos, you have the first, I think, education in the Netherlands and maybe even in a bigger area where students can actually do this, right? Where they can learn how to do virtual production. Yeah, we're very blessed to have XR stage that we can actually use for both research and education for our students. And if to talk a little bit about that XR stage. I happen to know you have a new one, right? Yeah, so it's 1 year old. We got it about November last year. It was a partnership with Ru Visual. Ru Visual is a supplier of LED walls. They were very kind to supply us with LED walls for us to use for education and research. We were able to finance the rest of the stage and supply it with the facilities for creating a studio that will allow both research and our students. Is it small, big? It's about, we're going to see some videos, I think, but it's going to be an 8-meter wall by 3.5, and we're going to have a ceiling of 4x8 as well. So it's a proper LED volume that allows us to create enough content or really good enough content for us students to learn about how to create virtual productions. So it's not big, but it's functional. It's and the fact actually small creates the need for the students to improvise, to create the versatility, to create the same shots they would be doing on probably a bigger shot, but in different angles, different content, and still allows them to create, to have the creativity to expand and then to create this type of content. We're going to watch a few videos in a second, but this is such a new area for education. I mean, first of all, where do you get the students that want to study this? Mm-hmm. Because they have to understand what it is before they can decide. But also, where do you get the teachers who teach them? It's been a process. So first of all, we are in a hub that we may able to match three different sides of things. I'm a coordinator of research and development. We were developing a project, a very long project related to digital humans for medical applications. So I've been using Unreal Engine for a very long time. And we have two educations which I teach in terms of master. I have the master in media innovation. One of them was here in Hilversum, and the other one is the master in game technology. And basically, we were able to say, okay, well, we have our game students that can create the content, can create, we have all the artistic side of things, we have the programming side, and we have our media students that can actually create the filming. You have all this hub of knowledge to create the studio production side of things. And the research that we are doing in Unreal Engine that we were developing, we're able to marry all of this. So I was the one pushing forward. We started creating some extracurricular activities with some lectures and some students. This was about a year and a half, almost 2 years ago. And then we started to create some simple content with green screen. We were able to partner up with bigger universities. We have a very good partner with Epic. Epic has been... But that's interesting. How do you build a very good partnership with Epic? There's a list going around, where can you study virtual production in the world? You know, this Breda. Yeah, so Epic has been a partner with us for many years because our game students, we are focusing on AAA game content. So our students directly jump into game studios that are around the world in big A, AAA companies and games. And they were taught in Unreal Engine since Unreal Engine 4, like the starting of the Unreal Engine as soon as they became a bit more public.
And we grew up to have a partnership with Epic. The fact that we start jumping and told them, well, we're going to start working in virtual productions, and et cetera, we got able some sponsorship on them to actually come over and teach us some of the content. So we were able to actually partner up with them and partner up with Rue, and actually been partnering up with a lot of different companies around, with Canon now, to actually create this hub of knowledge. And we have no commercial gain. The main is actually to create the knowledge in the hub center to deliver. So you have a very high class studio with all the tools that you need. Let's have a look at what the students have made. And this is a short movie called Vessel. We probably won't watch the whole movie, but let's see the beginning of it with sound, and then we'll continue with the sound. And just to get an impression what students can do. To go back there. I mean, Bob probably would have loved to. I had tickets to the airball game tonight. Sorry, buddy, I don't make the rules. I mean, if you knew how to keep your mouth shut, you wouldn't have to be here in the first place. It's not my fault. Nobody knows how to do things properly around here. See? Again, this time could be different. We picked up a very powerful signal. Oh, a signal? Really, Marion? There's nothing there. Okay, you should have a visual of the ravine now. Just take it easy and fly over it. Take it easy. I'll show you easy. Don't be stupid. Get your ass back up there. Marion, come on. Let me have some fun. Woohoo! Nearly at the site. I bet you 50 exonogs there's nothing there. Huh? Okay, we really want to see all of it. About this one. Maybe turn on the sound. Yeah, you say that all the time. You can keep watching. I mean, to me, you've had the screen for a year. I mean, I know the games and media studios have been there longer, but they've learned a lot in a really short time. Well, the virtual production starts mainly now. That's let's continue a little bit then. This part you want to show, right? Yeah, so until the end is mainly virtual productions. But basically, the students actually start working on this project before we actually had the screen. We had the good help from Iron Films as well. They partner up with us and they attended our student meetings and they give them some direction. This is a mix between fully digital shots and virtual production shots. There's two things of notice here. There's no post-production whatsoever. So what you see, it's what you get from the camera with color correction and editing. The other thing is notice is all the artwork that you see there, it's based on our students. So it was all of that, it was done by our students. So the process we took here was mainly to have the students have a 1 year long project. They start with a script, they had to do everything from casting to creating the set, creating the props, setting up the XR stage and did all the study. We had two lecturers mainly supporting them. For them it was also educational practice because they were learning while they were doing. And it's still a student production. We can see some defects on it, especially when you see it 10,000 times. But it's clearly something that it's an evolution that we are learning, and we are very proud that we actually have the first graduates, students that already graduated with this. And where do they go? They've been coached quite. This student was actually not a Dutch student, so he was actually coached by German company. But I know that we did some field trip to Red Set Studios and looking, and some of the current students are being approached. That's all I can say. But they're going places. I mean, before we watch the next video, I think there's also something going on that people are sharing online so much of what they work that the students teach each other worldwide, yeah. Right? I mean, that's... Yes, I think virtual productions is an opportunity for Europe and for the community. I think we saw this happening on the games environment or field as well. There's a democratization on games field. Like,
small companies are allowed with game engines like Unity and Unreal Engine to create bigger games, better games. Yeah. And we imagine that with the tools that Unreal Engine is producing, even with green screen, we'll support that process. And the smaller teams can make bigger movies, more ambitious productions. Yes. And not only that, it's going to be able to create and share of the knowledge and content. The YouTube is a massive tool for creating and sharing knowledge. But some of the things we need the hands-on feeling. You need to actually have a studio. You have to have a sense of trying to figure out how to make the live and the gaffer properties of the screen and getting color correction. All of those things are really, really important to have the feel of it, but there's a lot of knowledge already there. So we can start with some base and then actually apply it. And why do you think it's a European aspect? I think European is in a very good position at the moment. I think US, it's massive. They have a established community for filmmaking. And they're going to be using Unreal Engine and this type of technologies for sure to develop it further. Europe is on the starting point. I think companies are investing more and more in European productions, bigger productions. There's more budgets coming around. And not only that, this allows us, it's a new technology, so everybody's on the same field. So if we get the boat running, I think we can get Europe as a production place much more further than it is now. That's my belief, and that's what we as Bread Diversified Sciences are pushing forward in the development of the community, of the knowledge, the skills, so that's what we are betting on for the future. Let's see the second clip. Yes, that's the... This is the making of. You see a little bit of the making of, exactly. How many students do you have? This production was last year. We had, if I recall correctly, 8 game students that create the environment, the set, the characters, the spaceship, and we had 4 or 5 media students that work out with the main film production. But we, on the shooting day, we had a backup support of some students to help out with moving pieces, putting the boom mics, etc. This is also a partnership with other universities, so we actually been doing this with other places. Northern University helped us out with the sound. This year we are partnering up with St. Lucas in Eindhoven. So we're actually doing this repeatedly and more often. Even better. Because it's a fantastic asset to have as an education institution. Yeah, we also are starting a new variation to our games program called Film and VFX. So this is starting next academic year, 23-24, and we're actually going to have a first cohort of students for four years program that actually has to learn everything from a bit of the games, a bit of the media, to actually have this studio operation, green screen, motion capture, all of this technology to be able to output really good quality professionals by the end of their course. Already got a sign that, students, hurry up. Let's see the last video clip. That's because you are also playing a role in getting people together, right? To exchange expertise. So this is the video that we held what you call the Virtual Productions Gathering 2022. We had amazing speakers like Noah Kadner and Epic and Rue Visual and Ari. They came over and spoke about their new technology, their new facilities. We actually had some live performance as well. And it was the official inauguration of the stage. We're going to have it again this year, in 2023, next year. We're going to have new speakers. And again, I tried to come. It was sold out. it was. The last one was sold out. We were limited by the number of space that we had because it was Corona, the trail of Corona time. But next year we're aiming to have it a bigger conference, maybe combine it with some workshop. So we are designing it, and it's going to be happening in March. I love that. I love that Breda is a hub for this whole industry. So thank you. Congratulations. I'm going to chat with Laurens and then have questions for the both of you together. Laurens, we hebben elkaar van tevoren natuurlijk even gesproken, want kunstmatige intelligentie, AI, is sinds dit jaar, het begon met DALL-E, met tekst en vervolgens met Stable Diffusion, er is van alles aan de hand. Jij hebt een serie clips meegenomen, ik stel voor dat we ze gewoon spelen en dan leg jij even uit waarom ze zo interessant zijn. Mogen we de eerste hebben? Heinz.
Ja, ik vond het wel een mooi voorbeeld, omdat zij zeggen, even the internet knows, even AI knows that ketchup is Heinz. En ik ben wel benieuwd hier in de zaal, wie hebben de afgelopen maanden gespeeld met DALL-E, Stable Diffusion of Midjourney? Hebben we dat soort beelden, image to text of text to image gemaakt? Nou, best wel wat. Als je daarmee speelt, herken je dit waarschijnlijk ook. En ik vond het aardig dat Heinz, zo'n merk, dit dan als een soort inhakertje, als een soort commercial heeft gebruikt. Het is natuurlijk een hype. Eigenlijk pas sinds juni kunnen mensen dit echt publiekelijk gaan gebruiken, dit soort tools. En want er waren dus meerdere tools en toen is Stable Diffusion open source erbij gekomen, met veel minder regels ook en veel minder beperkingen. Ja. Kanttekening bij. Maar dit laat natuurlijk ook meteen zien wat er dit jaar is gebeurd met generatieve AI. Die pakt alles wat er al is, interpreteert het en spuugt nieuwe dingen uit. Maar als van alles wat er al is, de meeste ketchupflessen van Heinz zijn, dan is wat die uitspuugt ook weer Heinz. Ja, precies. En dat zouden we bias kunnen noemen. Dus die beelden zijn gebiased. Dus er zitten waarschijnlijk heel veel beelden van Heinz-flessen in. Dus ketchup zal Heinz zijn. Maar dat heeft ook negatieve consequenties. En daar hebben mensen allerlei experimenten mee gedaan. Als je bepaalde vrouwennamen zoekt, krijg je hele schaars geklede dames te zien. Als je mannennamen zoekt, krijg je witte mannen in pak. Ja, en manager is altijd een man. En flight attendants en construction workers krijg je allemaal wat je ongeveer denkt dat je krijgt. Ja. 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 Laat even meteen, we gaan ze gewoon meteen allemaal bekijken en dan doorpraten. De volgende. Runway is dat. One of Runway's magic tools is text to color grade, where you can input details of a look to generate certain color treatments. You might be wondering what kinds of prompting might be needed to get the best result. And I was able to find certain prompting techniques and clip scenarios that got me better results. So I'm going to share some of these tips that I found very useful. The main thing to keep in mind is that you can never go wrong with natural language. If you're able to understand which adjectives, which descriptors, the names of certain styles, it's a pretty good chance you'll be happy with the result. But what if I kept it short? What if I wanted to use references and not necessarily descriptions? I spent time mostly playing around with famous film titles so I can get some pretty iconic looks. Just typing in a movie title alone can get you a pretty decent result. However, what you here see, this is a program called Runway ML. That can iedereen gratis gebruiken. Dan kun je dus je video's in uploaden. En als je in staat bent om iets te formuleren in natuurlijke taal, dan kun je dus eigenlijk je video effecten in post. Hè, waar we het net bij de eerdere sprekers over gehad, meer wat je pre kan doen. En dit is wat mensen post kunnen doen. En dus als je het kunt uitleggen in woorden, dan kun je het misschien ook laten creëren. En dat is de volgende video. Dit is nog bewerken. En de volgende video laat zien hoe je zelfs met AI dingen kunt creëren in video. Is misschien wel aardig om te zien. Laten we die meteen maar doen. Ja. Oh nee, dat is niet deze, dat is die andere Runway ML. Die heet volgens mij Text to Video. Even een andere video. Even een andere video. Ja. Deze, ja. Ja. This box can make any idea real. Fade-out, ja. Ja, maar het is dus het idee dat weer als je het kunt formuleren, dan kun je... Ja, het grappige is dat formuleren zelf, zo'n prompt ontwikkelen of stijlen herkennen en in woorden kunnen vervatten, precies, dat is natuurlijk ook weer een creatief iets. Ja, dat is een soort creatieve specialiteit, dat heet dan prompt engineering. Er zijn mensen die hun geld mee verdienen om die goede zinnetjes precies goed te maken, inderdaad. En wat je eigenlijk ziet, waar ik dit onder schaar, is dat het ook een soort democratisering van mediaproductie is. En ik denk dat jij al een mooi voorbeeld gaf hoe je eigenlijk steeds minder mensen met meer techniek eigenlijk de kwaliteit van high-end productie kunt evenaren. Dit is denk ik ook democratisering van wat amateurs zouden kunnen doen, maar ook wat professionals kunnen gaan gebruiken. En als je zegt make it more cinematic, dan zullen de professionals hier in de zaal zeggen, ja, maar je wilt dat verder in de hand houden. Nou, die tools die zullen dat steeds beter kunnen. Ja. Dat zagen we in de video daarvoor. Nou, wat ik interessant vind, als je er meer artistieke, creatieve toepassingen voor gaat verzinnen, en dat is misschien de video
die daarvoor zit. En daar, die heb ik besproken met de redactie van NRC en van de persgroep of met journalisten, wat zij daarvan vinden. En dan kunnen we misschien een stukje naar kijken. Dat is door Semafor gemaakt. Dat is het pas opgericht redactie van New York Times en Bloomberg, New York Times en Bloomberg journalisten. En je ziet het hier al, first-hand stories animated with artificial intelligence. Dus dit is een Oekraïense man die vertelt hoe het was om een Russische invasie te leven. Серая зона. Это была нейтральная полоса. Вот там и право была украинская армия, вот там слева была русская. Посередине здесь летали бомбы, мины. Hebben ze ook weer als tekst aan Stable Diffusion gegeven. En die genereert. Dus dit zijn geen echte beelden van wat deze man heeft gezien of meegemaakt. Maar het zijn eigenlijk synthetisch, fictief, illustratief. En als je dit aan journalisten voorlegt, dan reageren ze heel wisselend. Vind ik wel interessant. Want sommigen zeggen, ja, het is broodroof, want je hebt geen illustrator gebruikt. Maar als je een stokfoto gebruikt, dan is het ook broodroof van de fotograaf, zou je kunnen beargumenteren. Anderen zeggen, ik vind het een prima vorm om misschien de heftigheid van de oorlog iets meer van je af te houden. Dus mensen zijn er heel wisselend over hoe je dit kunt inzetten. En zij zijn een nieuw initiatief, dus ze hebben meteen ook een soort van nieuwigheid hier ingebracht. Zij zijn de eerste journalistieke redactie die dit heeft, waarvan ik het weet, die dit hebben toegepast. Maar ik vind het wel interessant om te laten zien dat het dus op deze manier in deze context gebruikt wordt. Ja, iets laten zien waarvan geen beeld is, is dus ineens niet onmogelijk. Nee, dat kan. En die zijn natuurlijk MeToo, crypto, dat vinden heel veel journalisten heel lastig om in beeld te brengen. Dus de vraag is vaak illustratoren of nu met de energie, dat zit altijd dezelfde hand bij een gasfornuis met een vlammetje. En daar kun je nu nieuwe dingen voor laten genereren. Dat is interessant. Ja. Maar ja, dan moet je dus ook weer die goede prompts hebben. Ja. Wat is de volgende die we hebben? Het zijn de virtuele mensen, volgens mij. Volgens mij deepfakes for good. Ik dacht, laat ik daar een paar van. We hebben allemaal waarschijnlijk al wel gehoord of niet. Ik hoop niet de deepfake van Welmoed zelf gekeken, maar wel de serie wellicht of daarover gelezen. Dat gevaar. Ja. Maar je kunt ze ook voor entertainment en voor kennis een andere manier inzetten. Dus daar dacht ik, laat ik daar wat voorbeelden van meenemen. Ja, Siddhar is de eerste. Ja, ik weet niet of jullie deze gezien hebben. Die is een paar maanden terug. Hij is gemaakt door Deepnap. Dat is een van de grotere professionele deepfake-makers van Nederland. Bob de Jong. Bob de Jong, inderdaad. En wat ik interessant vind, is dat de politie dit op wetenschap baseert. Dat als je ooggetuigen, want die zochten ze voor de moord, de soort van waarschijnlijk vergismoord op deze jongen. Als je ooggetuigen persoonlijk kunt benaderen, dan levert dat waarschijnlijk meer bruikbare reacties op. En ze hebben bedacht dat als we een persoonlijke video van Seder, alsof hij leeft, maken, dan vermoeden we dat mensen toch zullen. En ook nog hoe die zou zijn als hij zou blijven leven. Want hij is natuurlijk nou ouder dan hij toen was. Dan vermoeden we dat we mensen emotioneel kunnen triggeren om alsnog zich uit te spreken en naar ons toe te komen als ze informatie hebben over die moord. Heeft het gewerkt, weten we dat? Dat weet ik eigenlijk nog niet. Maar dat is in ieder geval ook op wetenschap gebaseerd. Ja. Daarom vond ik dit wel aardig. De volgende is van rapper Kendrick Lamar. Die kunnen we wel kijken. Misschien heb je deze clip wel gezien. En het trucje kennen we, maar dit is met een deepfake gedaan. Nou, dan verandert hij in OJ. Dat kennen we wel. En zo komt er nog een andere rapper. Nou, en hij zegt ook nog één no Photoshop. En dat vind ik aardig, want toen Photoshop kwam voelden fotografen zich bedreigd. Nou, nu komt AI, voelen misschien designers zich weer bedreigd. Wat saillant hieraan is dat een van de bedrijven die heeft meegewerkt aan deze deepfake voor Kendrick Lamar is opgericht door de makers van South Park. Dus die zien weer brood in deze nieuwe vorm van entertainment. Ja, en toen kwam er 4-5 dagen geleden een commercial van Nike. Misschien hebben jullie hem al gezien. Met de vraag die volgens mij heel veel voetballiefhebbers hebben. Wat als grootheden uit verschillende eras tegen elkaar zouden spelen? Wie is dan de beste? En daar kunnen we een kort stukje naar kijken. Het is eigenlijk een korte film. Volgens mij duurt de hele commercial 5 minuten. Hij is al dus meer dan 4 miljoen keer bekeken op YouTube. 2006, Ronaldinho beat him. En ze hebben helemaal een soort CERN-achtig instituut waarmee ze de mensen hebben gegenereerd of terughalen uit bepaalde tijden. Maar er is ook dus deepfake technologie voor gebruikt om die spelers allemaal even oud te maken. Ja, even kijken welke spelers ze belden. Ja, en het wordt helemaal lekker cinematisch ingeleid. Nog iets meer geluid, denk ik. Ronnie? Kijk eens. Ja, volgens mij Ronaldo komt er nog bij. En volgens mij David heeft nog een rolletje. En zo komen allerlei voetballers. En die gaan dus allemaal tegen elkaar spelen. En, uh,
je kunt je voorstellen als je voetballiefhebber bent dat dit een hele gave commercie is. En dat het entertainmentwaarde hoog is. Volgens mij heeft Adidas ondertussen ook een soort tegenhanger met Messi. Echt? Oh. Ja. Ja, Messi voor een goede dag. Nou ja, ik zou zeggen, bekijk hem een keer helemaal, want het duurt 5 minuten. Maar wat je hier al ziet, is dat dit gaat niet meer over achtergronden en sets en figuranten en props. Dit gaat over de acteurs zelf die ook al goed gegenereerd kunnen worden. Ja. En er is ook een hele lijn bedrijven die heel erg goed aan het worden zijn in het maken van stemmen. Ja. Van artificiële stemmen die dus alles kunnen zeggen. Ja. En inmiddels heb je natuurlijk acteurs die hun eigen IP verkopen, zodat ze tot in het eind der tijden hun stem of hun visual kunnen doorgeven via AI-geanimeerde personages. Ja. Het gaat zo snel. Ja, ik zag vanochtend een toepassing heet Voice.ai, vrij voor de hand liggend. En daar kun je jezelf in Joe Biden en Obama en noem allerlei acteurs en bekende mensen, vooral nog in het Engels, noem maar op. En dan kan je bijna semi-real-time, het is volgens mij nu alleen nog voor Windows, kun je je eigen stem laten transformeren tot die persoon. Dus dan klink je als die persoon. Ja, en er zijn tools, die heet de Descript, die heb ik gebruikt. Dan moest ik als een soort David Attenborough een soort natuurfilmscript van 30 minuten voorlezen. Dat werd opgenomen, werd geprocessed. En de dag daarna kan ik typen wat ik wil. En dan wordt het door mijn synthetische kloon uitgesproken. En wat daar weer interessant in is, zijn ook stokstemmen. Dus mensen verkopen hun stem. Ja. En mijn stem zou, ik denk niet dat iemand dat doet, ik heb het ook niet te kopen aangeboden, maar die kan iemand al voor een paar tientjes kopen om onder een commercial te zetten die in Duitsland onder tweedehands auto's sites bijvoorbeeld staat. Dat zou je kunnen verwachten. Ja. Nou, wat ik wel interessant vind aan al deze voorbeelden, en dat is denk ik ook met deze Nike commercial, maar bijvoorbeeld ook hoe de politie het heeft toegepast en ook wat je zag bij Runway, is dat het om creativiteit gaat. En ik denk de voorbeelden die we vandaag ook in de eerdere met de eerdere duo's gezien hebben, is dat het, je hebt eigenlijk drie vormen, zeggen ze, de verkennende, combinerende en transformerende. En die verkennende is dat er weer een toepakliedje gemaakt wordt of weer een Rembrandt geschilderd wordt. Dat weten we nu, dat is eigenlijk niet zo verrassend dat kan. Je kunt nog 100 Rembrandts maken, voor wie is dat straks nog interessant en waardevol? Nou, de verkennende, of de combinerende vind ik aardig, want we hebben net vandaag gehoord, dat je heel veel nieuwe rollen krijgt bij het productieproces, zeker als het om media gaat. Dus dat er dus 3D-bouwers, programmeurs, andere soorten designers komen, die heel belangrijk worden. En het zoeken en wachten is nu, en dat kwam net een vraag volgens mij uit de zaal ook, waar zit zeg maar de transformerende, dus die ons nog een stap verder brengt. En nu dacht ik aan dat voorbeeld van die Formule 1. Stel nou dat je een Formule 1 abonnement neemt en je krijgt ook een aantal van die auto's thuis die je kunt neerzetten op een baan en daarmee volg je de uitzending en die rijden real-time en misschien als hologram rond, maar die kun je ook stoppen en pakken om terug te kijken hoe die nou precies iemand inhaalde. En ik weet niet of dit een gek idee is en dit is denk ik helemaal niet transformerend, maar die stap, als de technologie ons niet meer tegenhoudt, waar al deze technologieën en AI ook aan bijdragen, wat kunnen we dan creatief zeg maar, gaan verwachten? En dat vind ik heel spannend en interessant. Ja. Wat kunnen we gaan maken wat we nu nog niet kunnen maken? Nee, dat Spotify-moment, daar dacht ik laatst over. Nou, ik weet niet of jullie die Netflix-serie, fictieserie over hoe Spotify ontstaan is. Ik weet nog heel goed dat in 2008 liet iemand mij dat zien. En toen dacht ik, maar hoeft hij niet te bufferen? Hoeft hij niet te downloaden? Hebben ze alles? Doet hij het meteen? En het was een hele mooie interface. Ik hoefde niet door porno heen en slechte versies van sites zoals op de Pirate Bay en Napster. En er was zoveel bij elkaar gebracht wat in één keer werkte. En dat is natuurlijk aan de consumer-facing site. Ja. Het is interessant om te bedenken, gaan we dit ook krijgen aan de productiezijde, aan de achterkant? En wat kunnen consumenten aan de voorkant verwachten? Dus beide kanten, daar zitten heel veel verrassingen nog. Ja. Het is een super spannende tijd. Er waren al mensen die weggingen omdat ik iets uitlopen, dus we gaan niet heel veel vragen helaas kunnen doen. Maar wie heeft een vraag? Is er een vraag online, Lisa? Nee, oké. Okay. Er is een vraagje. Oh, ja, precies. Milo, ga je gang. Ja, ik vind het super vette technologie. Laten we dat voorop stellen. Maar hoe gaan we bewaken dat de wereld die eigenlijk fake is en die echt is, wie bepaalt straks die scheidslijn? Voorbij. Het is opgeheven. Nee, ja, maar wij krijgen dagelijks de vraag. Fake news is nog best wel een ding. Als wij alles wat wij produceren maken elke dag, dat iedereen bang dat daar slecht op gereageerd wordt. Is het wel echt? Is het nep? Nou, we kennen allemaal wat er in Amerika allemaal gebeurt qua fake en real. Hoe gaan we dat bewaken?
misschien niet de juiste persoon om te antwoorden, maar dat is ook wel weer het grote gevaar. Er zijn hele grote vragen op dit moment gaande. Daar ging deze middag niet specifiek over, maar dat is natuurlijk duidelijk. En dan doe de English for you as well. You can understand him, right? The big question is, with all this, is it so easy to make things that look like real but are not? You know, this dividing line between real and not real. That's one question. The other big question is, if you generate things based on the work of others, the whole copyright, you know, who owns what? And, you know, if you do, there's a Polish science fiction artist that's very popular on Midjourney. Make it in the style of, this artist is not happy, you know, this he has copyrights. So there's a lot of things going on right now that we just had yesterday. A big database was pulled back based on scientific articles. You could generate sort of combined scientific articles that were not real but looked real. It's Galactica from Galactica, Meta. Galactica, they took it down after 3 days. Nee, het zijn hele grote vragen, dus die kan ik hier ook niet beantwoorden. Ik denk dat het zijn heel veel spelers die daar een rol in hebben. Dus degene die de technologie leveren, die hebben een verantwoordelijkheid. De makers, zoals bijvoorbeeld journalistieke redacties codes hebben. De code voor de journalistiek die ze gebruiken, dat ze bijvoorbeeld namen niet fingeren of foto's niet manipuleren bijvoorbeeld. En dat kun je afspreken. Ik denk dat onderwijs ook een rol heeft, dat je ermee moet experimenteren. Dan leer je sneller om te ervaren hoe makkelijk het is om iets neps, zeg maar, in de wereld te brengen. En hoe we daarmee omgaan, welke waarden we eraan toekennen. En dat, ja, dus is niet één iemand kan dit niet in zijn eentje oplossen. Nee, er zijn heel veel lagen. Maar, because since we have to almost wrap up, the societal settings need to be redefined to deal with this new reality. But if you go back to the superpowers that creators are getting right now, and how many more people can create, and how here as well the Stable Diffusion is one of these engines which is open source, how now suddenly huge software companies are making plugins based on Stable Diffusion, how quickly this is integrating. There is a new creative world. And not only that, you're going to have also, it was just announced yesterday, before yesterday, that now there's the same thing that you can generate 2D images, can create 3D models, fully modeled, textured, and I think it's called Magic 3D or something. Yeah. So the things that we were discussing a bit ago when we were doing pre-visualization and creating models, and you can just literally type, say, I want to have a person like this, et cetera, dressed like this, and it'll generate for you. So it'll be the tools for creativity will be largely expanded. Yes, there's going to be massive ethical and cultural impacts on this. What that is still to be found and to be, and I hope as we as a research institute can a bit push in that direction. We have strong professorships in that direction. But yes, it's a challenge. It's a challenge to the current norms, the current society settings that we have. But yeah, it's also a good bit power for the normal person that does not have the possibility of reaching out and creating massive game productions or video film productions, because it can create, put this creativity in practice, in play. I think we have to sort of wrap it up there. I think it's super interesting. I think there's lots of energy in this market, and I hope you'll do wise things with it. Thank you so much, and thank you, everybody. Thank you.